misschien wel 10 keer. Ja, dat gaat niet. Wow. Het ene laatste deel van de ketelstatieven van de oude elektriciteitscentrale in Zwolle is vrijdagmiddag 30 november 2018 om 2 uur met een luide knal tegen de vlakte gegaan. Omdat er nog steeds asbest aanwezig is, wordt voor de explosie de omgeving nat gehouden met behulp van waterschermen. De delen waar het asbest in zit verwerkt, zijn dusdanig ingekapseld met stalen platen dat er geen vezels vrij zijn gekomen. Een gevaar voor de volksgezondheid is er dus niet geweest. Zoals je kunt zien zijn er explosieven gebruikt, zogenaamde snijladingen. Dit gebeurt onderaan de statieven, waardoor de ketels zo beheerst mogelijk naar beneden vielen. Dit is de veiligste manier om deze delen tegen de vlakte te krijgen. Vanaf het begin van de sloopactiviteiten van de centrale Harculo in juli 2016 is er 28 maanden en 150.000 uur gewerkt aan het verwijderen van de technische installaties, de gebouwen en de fundering en het afwerken van het terrein. Ja, dat heet Pieter. Zoals je ziet staat er veel publiek op de dijk aan de Zwolse kant langs de IJssel. Vanaf deze plek kan het publiek op een goede en veilige plek zien hoe de laatste delen van de centrale Harculo geveld worden. Het tweede deel volgt een half uur later. Vanaf nu staat er niets meer overeind van ruimtes waar ooit elektriciteit werd opgewekt. De oplevering van de werkzaamheden is voorzien voor eind januari 2019.